Dag dames en heren. De afgelopen avonden hadden we vaak te maken met een fraaie zonsondergang. Nou zo ook donderdagavond en Bart Kamerman had gelukkig zijn camera bij de hand en maakte deze fraaie foto. Dat blijft toch altijd een schitterend gezicht. Nou, ik ga u meenemen naar de komende nacht en dan is het aan de bewolkte kant. Plaatselijk kan er wat regen of een bui vallen. De temperatuur zakt dan naar een graad of 16 en er staat maar heel weinig wind. Ja, dan morgen overdag, de zaterdag, nou, die verloopt zo slecht nog niet. Er is weliswaar bewolking aanwezig, maar tussendoor toch ook wel geregeld ruimte voor de zon. En met name in de middaguren bestaat er wel plaatselijk kans ja, op een regen- of onweersbui. Dus hou de buienradar wel in de gaten. Mocht u bijvoorbeeld gaan barbecueën, het is vrij warm, 223 graden vlak langs de kust, 425 graden dieper de regio in, en er staat maar heel weinig wind uit het noorden. Nou, zondag een soort gelijke dag met ja, een wisselende bewolking, een temperatuur van 24 graden. In de middag opnieuw kans op een regen- of onweersbui. Weinig wind. Maandag dan lijkt de kans op een aantal buien toch wel een stuk groter. De temperatuur die gaat naar beneden naar ongeveer 22 graden. Nou, dinsdag nog een laatste bui. En dan woensdag weer vrijwel overal droog. Ja, en dat bij een temperatuur van 22 graden hebben we eigenlijk heel normaal zomerweer. En dat is voor heel veel mensen toch een heel stuk aangenamer dan de warmte van de afgelopen week. Nou, Ten slotte nog deze foto van Ingrid Godijn uit Hekelingen. Maakt u ook fraaie weerfoto's. U kunt ze insturen natuurlijk naar het welbekende e-mailadres. Ik wens u een fijn weekend toe en heel graag tot maandag.